Onze Delta kent een sprintkampioen. Geen enkel ander dier in ons land rent zo hard. Met zijn lange, slanke lijf en krachtige achterpoten haalt hij zo'n 75 km per uur en maakt hij sprongen van wel 4 meter. Zijn naam? De Haas. De haas leeft het liefst in een open, vlak landschap met voldoende schuilplekjes. Je komt hem tegen in graslanden en weilanden, op akkers en heidevelden. In de stad zal je hem niet zien, maar de polders in onze delta zijn perfecte leefgebieden. De polders zijn open, vlakke gebieden met weinig obstakels. Wat hoog gras, hier en daar een houtwal of een paar lage struiken. Een ideale plek voor een dier dat het moet hebben van zijn snelheid. Een haas leeft vooral in de avond en de nacht. Overdag rust hij. Holen graven zoals konijnen doet een haas niet. De haas slaapt in een ondiep kuiltje tussen de begroeiing. Zo'n kuiltje heet een leger.